Welkom, dit is de les van MAP 41 Design for Assembly. Het gaat over hoe je producten kan ontwerpen zodat ze meer geschikt zijn voor automatische assemblage. Dit is de eerste bewijs dat mensen zijn heel vroeg begonnen met assemblage. Dan in de middeleeuwen, gildemeesters waren bezig met het produceren van producten en ze gingen alle assemblagestappen zelf uitvoeren en alle producties van alle onderdelen. Daarna kwam de industriële revolutie. Daar zijn ze begonnen met het verdelen van de productiestappen en de assemblagestappen. Hier zie je Henry Ford. Hij is eigenlijk de godvader van assemblagetechniek. Hij was geïnspireerd door slachtenhuizen. En daar, daar hebben ze eerst lopende banden gebruikt. En hij dacht, nou, we zouden ook misschien de lopende banden kunnen gebruiken om de productie van auto's te versnellen. Zijn beroemde model was de Ford T-model. Dat was de eerste auto die op een lopende band werd geproduceerd. Het was helemaal standaardiseerd, zover dat je mocht ook alleen maar één kleur kiezen. Dus hij zegt, any customer can have a car painted in any color, as long as it was back. Hier is een filmpje over zijn fabriek. Je ziet dat er zijn heel veel werknemers en alles gebeurt handmatig. Maar je ziet dat de productonderdelen komen op een lopende band. En die worden binnen enkele seconden op hun plek gezet. Er stonden zelfs engineers in de productie met een stopwatch. En ze hebben gemeten hoeveel seconden een productiestap duurt. En ze waren heel erg aan het nadenken hoe ze kunnen het nog sneller en efficiënter maken. Nou, hier zijn nog een aantal foto's vanuit de fabriek. Je ziet hier hoe de stoelen van de auto op een plek worden gezet. De achterzit en de voorzicht. De assemblage van de wielen. Vanaf de jaren 50 zie je het steeds minder mensen, steeds meer ruimte. En alles is steeds schoner en meer georganiseerd. Tot vanaf de jaren 80 of jaren 90 verschijnen steeds meer robotten die heel veel werk van mensen overnemen. Voor de vak, wat je moet doen is een opdracht. Dat doen jullie met z'n tweeën. En je moet een product herontwerpen volgens de principes van Design for Assembly. Je moet bedenken hoe de producten worden geassembleerd en een assemblagelijn verzinnen. En alles documenteren in een assemblageplan. Waar moet je aan denken wat de producten betreft? Die moeten simpele producten zijn met 7 tot 12 onderdelen. Hier zie je een paar voorbeelden van een PC-speaker, een zaklamp, een knijpkat. Of kan die ook iets groter zijn als het maar niet te veel onderdelen bevat, zoals een waterkoker. Wat je niet mag kiezen is een fietslamp of een fietspel, want dat wordt het onderwerp van onze volgende les. Dan moet je dat wel meenemen. Dus je moet zoeken een fietslamp of een fietspel. Eventueel gereedschappen, schroevendraaier en zo meenemen. Om dat uit elkaar te kunnen halen. We gaan samen in het kader van een werkcollege brainstormen over hoe we de producten zouden kunnen veranderen. Dat is meer geschikt voor assemblage. Goed, wat is een assemblageplan? Een assemblageplan die beschrijft alles over hoe een product geassembleerd moet worden. En hoe een assemblagelijn opgebouwd moet worden. Je moet denken aan de samenstellingstekening. Een tekening over hoe de onderdelen in elkaar passen. Een tekening van de basishouder onderdeel. Dan moet je voorstellen dat bijvoorbeeld dit is mijn product. Dan het eerste onderdeel gaat in een houder. Nou, dan moet je de houder ontwerpen. En daar komen de andere onderdelen daarboven. Je moet een layouttekening maken van de hele assemblagelijn. En tekeningen van alle aanvoeroplossingen, sorteeroplossingen, grijpers, wat voor vormgrijper je moet ontwerpen om een productonderdeel op te pakken. Je moet beschrijven hoe je dat precies gaat monteren. En je moet berekening maken voor de toleranties. Zoals je weet, elke productonderdeel wordt met een bepaalde tolerantie geproduceerd. Dan moet je aan denken aan verschillende spelingen. Je moet ervoor zorgen dat tijdens het assemblageproces alle onderdelen probleemloos in elkaar past.
Nou, hier is een samenstellingstekening. De samenstellingstekening, dan zitten alle onderdelen geassembleerd op hun plek. Dat is een doorsnede van een product, dus niet een exploded view. Dat is een exploded view. Bij samenstellingstekening, alles zit op hun plek. En je kan benamen alle onderdelen. Ja, daar begin je mee. Dan moet je bedenken, wat is de volgorde? Welke worden eerste onderdeel, tweede, derde? En af en toe, twee, drie onderdelen ga je los in een andere plek in elkaar zetten. Dat noemen we subassembly. En als één onderdeel zet je in de hoofdassembly. Nou, hier zie je de voorbeeld. Hier zijn assemblagestappen van een product. En dit zijn de subassemblies die daarbij komen. Wat is een fixture, de basisonderdeel? Je moet voorstellen een onderdeel zoals dit ongeveer. Daar zit je de eerste schaaldeel, meestal de onderkant van je product in. Dan moet je bepalen hoe je dat kan vastklemmen, want als het heen en weer beweegt, dat is niet zo goed. Dus je moet ook denken wat voor spelingen je nodig hebt. Vaak een paar tiende millimeter. Of je kan ook een mechanisme bedenken die altijd de onderdeel, wanneer je daarin zit, gaat die vastklemmen tijdens de assemblage. Ja? Hier zie je bijvoorbeeld een computerharde schijf in een fixture tijdens een assemblageproces. Nou, hier is een filmpje. Hier zie je de fixtures. Hop. En daar worden ze, de onderdelen, daarin geplaatst. En vaak wat je hier ziet, dat een product wordt omgedraaid in de fixture. Op sommige punten wil je het product omdraaien om van de overkant iets in te kunnen assembleren. Hier is een layout van de assemblagelijn. Hier moet je aangeven gewoon een platte grond. Dit is bijvoorbeeld een beetje 3D aanzicht over waar bijvoorbeeld lopende banden zijn en assemblagemachines. Zoals je ziet, het is een beetje abstract zo. Dus dit is van het verslag van de afgelopen jaren. Als je het een beetje gebruikersvriendelijk wil maken, dan kan je beter in plaats van A, B, B, 3, gewoon de naam van die assemblagemachines daarbij schrijven. En met een paar pijlen aangeven. Ja, hier beginnen ze met de assemblage. Dan hebben we hier de ene subassembly. Je gaat over naar een indexeertafel. Gaan we laten bespreken wat het is. En hier komt een subassembly daarbij. En achteraf krijg je het product aan het einde van de lijn. Ja, hier moet je ook rekening houden hoeveel ruimte ik nodig heb en hoeveel ruimte een robot zou innemen. Hier is een voorbeeld gevonden op internet over een plattegrond van de assemblagelijn. Ja, voor elke onderdeel moet je beschrijven hoe worden onderdelen getransporteerd en aangevoerd. Kan het bijvoorbeeld een lopende band zijn. Hoe wordt een product gescheiden? Nou, ik kan vaak voorstellen dat de productonderdelen komen in een grote zak. Veel kleine kunststofonderdelen. Hier is een machine die dat kan sorteren en oriënteren. En achteraf, hoe ga je dat monteren? Wat voor robot gebruik je? Wat voor grijpers en zo? Assemblagetechniek. Nou, er zijn twee grote soorten van geautomatiseerde assemblage. De ene zijn de assemblageautomaten. Die zijn custom-made robots. Dus alle onderdelen, alle robotten zijn eigenlijk ontworpen voor deze specifieke assemblagelijn. Hier is een filmpje van. Wat je ziet, dat hier alles is in continu beweging. En je hebt bijna geen assemblagestappen. Alles gebeurt helemaal vloeiend. Dit wordt gebruikt vooral voor producten waarvan enorme aantallen worden geproduceerd. En producten die niet veranderen voor 10, 20, 30 jaar. Zo'n soort injectiebusje die verandert niks voor 20 jaar. Dat is zeker. En je ziet hier dat je bijna geen assemblagestappen hebt. Alles wordt vloeiend in elkaar gezet. En om elke seconde worden 2, 3, 4, 5 producten geassembleerd.
Ja, nou, wat vaker gebeurt in het geval van consumentenproducten bijvoorbeeld, is universele robotassemblage. Dan hoef je niet een assemblagemachine te ontwerpen, maar je neemt een paar standaard robotten. Hier zijn twee beste voorbeelden van een zesassige robot en een SCARA-robot. Dat gaan we later bespreken wat het verschil is. En daarna zijn er vaak modulaire machines toegepast. Dit kan je een beetje snel zelf elkaar zetten uit de standaard onderdelen. Zo, wat is de keuze? Als je kijkt naar manual assembly, dus handmatig assemblage, hoe meer je produceert, eigenlijk het blijft altijd even duur. Dus een bepaald aantal hoeveel mensen kunnen produceren in een bepaalde tijd. Als je kijkt naar robotassemblage, dan zie je dat je kan verbeteren in je assemblageproces. En dan wordt het steeds sneller en sneller. Maar na een tijd kon je heel erg in de beperkingen van de gestandardiseerde robotten. Ja, elke robot kan bijvoorbeeld één onderdeel assembleren. Maar je hebt niet de vloeiende assemblageproces van de volledig geautomatiseerde assemblage. Dat zie je hier. Dan kan je altijd nog iets bedenken om sneller te doen en de machines nog harder te laten draaien. Zoiets verder. Dus de meest efficiënte manier van assembleren is de automatische assemblage. Iets wat je heel snel kan invoeren is de handmatige assemblage. En daartussen heb je de robotassemblage. Goed, hier hadden we nog iets over die fixture. Dus dat is een fixture, is de onderdeel zoals we hebben besproken waar je mee begint, je eerste onderdeel daarin plaatsen. Hier zie je een indexeertafel. Dat is een van de meest gebruikte toevoermachines. Je zou denken aan lopende band, maar lopende band bestaat uit heel veel onderdelen, kost heel veel geld. Het is een heel simpele oplossing, een tafel die ronddraait, zo zie je meteen. Dit is een demonstratieopstelling. Hier zie je verschillende symbolische assemblagemachines. Nou, wat hier heel fijn aan, dat je koopt een standaard soort roterende aandrijving en je zet gewoon do-it-yourself een ronde tafelblad op. Je zet de machines daaromheen. Het is relatief goedkoop. Het is heel nauwkeurig, heel stijf. En het is ideaal als je hebt niet te veel onderdelen. Maar je kan vaak een tafelblad maken van 2, 3 meter. En dan kan je, weet ik veel, 5, 6 machines daaromheen zetten. En eventueel kan je de producten overzetten naar een andere indexeertafel. Dat is nog steeds goedkoper, twee indexeertafel, dan een lopende band. Want hier is een lopende band. Dat wordt meer gebruikt waar je grote afstanden moet afleggen en waar je veel meer productonderdelen hebt. Je kan voorstellen dat in lopende band bijvoorbeeld enorm veel onderdelen en daarom is het een veel complexer en duurdere product. Ook qua nauwkeurigheid, ja, je kan voorstellen dat zo'n lange band die heeft wel wat toleranties in de bewegingen. Goed, scheiden, oriënteren en presenteren. Dat is de eerste stap. Je moet voorstellen dat je krijgt binnen alle productonderdelen in een zak, bijvoorbeeld schroeven of zoiets. Dat noemen we dan ongeordend en ongescheiden toevoer, aanvoer. Dat moet je scheiden, oriënteren en daarna oppakken met een robot. Hier is een triltrommel, of in het Engels noemen ze dat rotary ball feeder. En we gaan dan later een filmpje bekijken hoe dat werkt, die de onderdelen gaat oriënteren en scheiden. De andere oplossing is wanneer je gaat onderdelen op een tray zetten, dan elke onderdeel is voorbereid en gezet op een plaat en van de plaat haal je de productonderdelen uit. Dat noemen we geordend gescheiden aanvoer. Goed, dit is een triltrommel en zo werkt het. Het is een trillende soort vat, waardoor de trillingen beginnen de onderdeeltjes rondom draaien en gaan aan de buitenkant van de machine omhoog. Die onderdelen die niet in de goede positie staan, die vallen terug in het midden. En ook als je te veel onderdelen hebt, dan heb je eigenlijk hier een soort file. En achter de file dan gaan de overbodige onderdelen terugvallen.
En hier heb je netjes op een lijn de onderdelen allemaal in de goede positie uit de machine komen. Goed, hier zie je eigenlijk een tekeningetje. Bijvoorbeeld, je hebt een klein onderdeel. Hoe kan ik het oriënteren? Nou, als het in die positie staat, dan kan hij gewoon door de triatrommel heen. Als het omgekeerd staat bijvoorbeeld, dan de middenpunt van het gewicht is te ver naar buiten, dus het onderdeel valt terug in het midden. Dus van alle onderdelen stromen continu omhoog en alleen de onderdelen kunnen uit de machine die in de goede positie staan. Dit is heel goedkoop, heel efficiënt en heel simpel en werkt perfect foutloos als je een goede obstakelsysteem ontwerpt, die ervoor zorgt dat het niet vastloopt, maar de goede onderdelen uitkomen en de verkeerde onderdelen daarin blijven. Hier is een filmpje over wat steeds meer gebeurt. Is door de ontwikkelingen in computertechniek. Je hebt tegenwoordig machines die met een camera kunnen kijken naar hoe bijvoorbeeld kleine onderdeeltjes op een plaat, welke positie die staan. En draaien ze in een goede positie en zetten ze op een plaat. Nou, dit is een prachtige oplossing, ook heel universeel. Maar het kost €10.000. En zo'n triatrommel is 400 ongeveer. Je kan het wel gebruiken bijvoorbeeld voor grotere onderdelen, schaaldelen op een tray te zetten. En die trays, wat je hier ziet, worden later gebruikt tijdens assemblage. Dus dan zetten ze op de assemblagelijn op een stapel en de robot kan stuk bij stuk de onderdelen daarvan uithalen. Ja, als alternatieven zijn er nog, als je gaat kleine onderdeeltjes op een band plakken, of kleine onderdelen worden zo geproduceerd dat ze vastzitten, meerdere stuks aan elkaar, en de machine breekt altijd af de onderdeel die je gaat gebruiken. Goed, er zijn twee universele robotten waar we mee gaan werken. De ene noemen we de SCARA-robot en de andere is de zesassige-robot. De SCARA is de simpelste. We gaan ook zo meteen een filmpje overzien. En die heeft een selectieve stijfheid. Dat betekent, zoals je ziet van de constructie, die zijn de assen van de robot. Om de assen heen kan de robot bewegen. En in die richting, horizontaal, is hij minder stijf, want dat is de bewegingsruimte. En verticaal is een heel stijve machine. Nou, wat is de voordeel hiervan? Wanneer je gaat een onderdeel bijvoorbeeld een pen in een gat assembleren, en dat is niet perfect uitgelijnd, omdat het is niet zo stijf horizontaal, die laat het onderdeel in de gat glijden. Ja? Dit is een goede eigenschap van de SCARA-robotten, waarom wij dat heel graag gebruiken voor assemblage. Dan heb je een zesassige robot, die heeft die selectieve stijfheid niet. Die is in elke kant even stijf. Maar die heeft wel het voorbeeld dat de SCARA-robot alleen maar van boven naar beneden kan assembleren. Die kan van elke kant bij je product. Nou, dat lijkt een grote voordeel te zijn, maar als je slim bent, kan je je product zo ontwerpen dat je alles van bovenaf kan assembleren. Dan is de SCARA-robot altijd goed. En je kan ook je product omdraaien. Dan moet je niet de robot vragen om van de zijkant iets te assembleren. Want als je iets van boven assembleert, dan is het altijd ondersteund door de tafel van de zijkant. Dan probeer je eigenlijk je product een beetje weg te duwen. Ja, hier is een schematische tekening van de SCARA-robot. En hier is dus meer duidelijk op zo'n simpele tekening waarom het horizontaal meer flexibel is dan verticaal. Een klein filmpje hoe een SCARA werkt in actie. En je ziet dat hij aardige snelheden aan kan. Het is heel nauwkeurig, op de 10e millimeter positioneert hij nauwkeurig. Dat kan nog sneller.
zo gaat hij eindeloos door. Dag en nacht, 24/7. Goed, oppakken. Nou, op elke SCADA-robot waar je mee wil iets monteren, moet je een grijper bevestigen. Je zag hier op de filmpje, dat was een vacuümgrijper. Je hebt eigenlijk drie hoofdsoorten van grijpers. De ene is mechanisch, dat is net zoals je hand, zoals vingers. Die pakt een onderdeel en zet die op zijn plek. Ja, als je zo'n grijper gebruikt, dan moet je zelf ontwerpen de grijper, dat die geschikt is om je product goed vast te houden en op te pakken. Je hebt ook magnetisch, je kan het alleen gebruiken met productonderdelen die ook magnetisch zijn, dus metaalonderdelen moet je aan denken. Of vacuüm, zoals jij bij de vorige filmpje hebt gezien. Goed, de universele grijper, dan kan je standaard inkopen een basisunit. En die onderdeeltje, die eigenlijk de vingers, dat kan je zelf ontwerpen. Het is in dit geval, je kan goed zien, dat is uit een stuk aluminium bijvoorbeeld uitgefrezen. Goed, wat het voordeel van mechanische grijpers is, als je hebt iets aangeboden op een beetje verkeerde positie, en je pakt met een mechanische grijper, dan tijdens het oppakken wordt de positie van het onderdeel gecorrigeerd. En ik zet het in mijn assemblage op de goede wijze. Als je gebruikt bijvoorbeeld een vacuümgrijper, dan als tijdens het wanneer het product wordt aangeboden, die staat niet in de perfecte positie, dan de positioneringsfout neem je mee in je assemblage. Dus dan moet je ermee rekening houden dat je product geassembleerd kan worden met zo'n vacuümgrijper. Je hebt genoeg spelingen. Of je moet toch een mechanische grijper gebruiken. Ja, hetzelfde probleem heb je eigenlijk ook met een elektromagnetische grijper. Die kan ook de positioneringsfout meenemen naar je assemblage. Hier is een filmpje over grijpers. Het zijn de pitjes van een gaskookplaat die automatisch worden geassembleerd. En je ziet dat de grijpers gaan soms van buiten iets vasthouden, wat je zelf niet gebruikt. Je kan ook grijpers maken die bij zo'n buis de onderdeel van binnen kunnen pakken. Gaat hij nog iets doen? Eén keer van buiten. Andere van binnen wordt vastgehouden. Oké, monteren. Nou, wat belangrijk is bij monteren, dat je moet ermee rekening houden. Als ik heb een gat en wil ik een pen daarin doen, wordt het met een bepaalde positioneringsfout op zijn plek gezet. Dan gebruik je afschuimingen. En je moet ook ervoor zorgen dat soms worden er onderdelen met kleinere gaten gemaakt en worden er grotere pennen gemaakt. De grootste pen moet nog steeds goed passen in de kleinste gat. Nou, onze Bijbel is Design for Assembly van Andreas Sen. Die is niet meer te koop. Ik heb persoonlijk een e-mail van de auteur en hij heeft ons toestemming gegeven om de kopie die we hebben te kopiëren. Dus dat is toegankelijk via ons. En dan kan je van onze server downloaden. Ik ga die adres later aangeven op de modulepagina. Nou, Design for Assembly. En de hele boek gaat over eigenlijk hoe je een product kan vereenvoudigen. Zodat je assemblagekosten kan verlagen. Hier zijn een paar voorbeelden van producten die je zou kunnen ontwerpen. Je ziet, zitten er vaak honderden productonderdelen in. En als je een beetje slim over nadenkt, dan kom je altijd erachter dat je kan een heleboel productonderdelen bijvoorbeeld integreren in elkaar. Hier is een assemblageplan nog bij Nokia van tijdens bittere tijden. Waar
paar jaartjes terug nog zulke mobieltjes waren geassembleerd. Hier zie je dat ze werken met trays en hier gebeurt nog heel veel handmatig. Ja, bij consumenten elektronica vaak een product wordt maar enkele maanden lang geproduceerd. Dan wordt misschien 1 of 1,5 jaar lang verkocht. Dan hebben ze geen tijd om en het is niet de moeite waard om een geautomatiseerde assemblagelijn op te zetten. En hier zie je dat er zijn wel bepaalde assemblagestappen worden wel met machines uitgevoerd. Goed. Nou, wat je moet weten, dat assemblage is zelden voor 100% te automatiseren. Het is vaak heel duur. En vaak het is, kan 50% zijn, ook zelfs van de productiekosten. Dus we vragen ons continu af, hoe kunnen we de kosten omlaag brengen? Ja, je moet het weten dat er zijn bepaalde productonderdelen die moeilijk zijn om te assembleren met het behulp van een robot. Nou, dan denk je bijvoorbeeld aan rubber ringetjes denken. Dat is bijvoorbeeld heel slap en als je pakt op met een robot, dan kan die deformeren. Kabels, die zijn misschien de ergste. En aandrijfsnaren, soortgelijke onderdelen. Dat kan je bijvoorbeeld vermijden. We hebben een hele lijst van design for assembly regeltjes. En we gaan een paar bespreken. En voor de rest krijgen jullie een checklist. En tijdens het oefenen en tijdens het maken van jullie opdracht kunnen jullie kijken. Nou, ik heb iets van 25 tips over hoe ik de assemblage kan makkelijker maken door een betere design. Nou, kan ik dat uitvoeren? Ja, de eerste wat je altijd moet over nadenken. Hoe kan ik het aantal componenten verminderen? En hier zijn bijvoorbeeld een paar simpele voorbeelden van. Je vraagt jezelf af. Moet de ene onderdeel bewegen ten aanzichte van de andere? Want als de ene onderdeel moet niet bewegen, dan is het beter als het één onderdeel is. Ja? Of moet de ene onderdeel geïsoleerd zijn? Bijvoorbeeld elektrisch van de andere onderdeel. Want als het moet, dan kan je toch geen onderdeel maken van de twee. Of moet ik de twee onderdelen toch loshouden van elkaar, omdat anders kan ik niet alles assembleren of produceren. Ja, hier is een prachtig voorbeeld van de fietsbel. Bij de eerste wordt bevestigd op de fietsstuur met 1, 2, en we gaan terug. 1, 2 hoofdonderdelen en dan heb je nog 2 schroeven erbij, dat is bij elkaar 4. En dat hele ding moet nog als 1 stuk bevestigd worden aan je bel. Als je kijkt naar dit product, dan hebben ze heel slim geïntegreerd dat eigenlijk de klem zelf zit al vast aan de fietsbel. Dat is de onderkant in 1 stuk. En je hebt maar 1 schroef. Dus hier hebben ze eigenlijk van de 4 onderdelen maar 2 gemaakt. Dat is eigenlijk 5 onderdelen. Onderkant 1, 2, 3, 4, 5. Heb je hier maar 1 schroef. En de bel zelf. Nou, wat hebben ze hier bedacht? Als de laatste ontwikkeling, bij die bel heb je zelfs geen schroef meer. Want het werkt zoals een soort tie wrap, kan je terugvouwen in het product zelf. En je ziet ook dat de ingewikkelde mechanismen wat je in een klassieke fietsbel hebt, dat is hier helemaal verdwenen. Eigenlijk, je moet altijd nadenken dat voor de goedkoopste producten meestal heb je ook een behoorlijk grote markt, vooral in de fietsindustrie. Als iemand alle onnodige onderdelen kan besparen uit een fietsbel, dan maak je de goedkoopste fietsbel. Het wordt de snelste om te assembleren, dus je kan een heel groot stuk van de markt veroveren. Je levert voor de goedkoopste fietsen, waarvan de meeste wordt geproduceerd, alle fietsbellen in de wereld. Goed. Andere DFA-regeltjes. Nou, gebruik de meest stijve part als onderdeel, als eerste basisonderdelen van je assemblage. Nou, denk je aan bijvoorbeeld zo'n afstandsbediening. Dan heb je een mooie grote stijve ondergrond. En ga je het product zo ontwerpen dat je kan alles van beneden naar boven op elkaar stapelen. Nou, dan kan je gebruiken standaard componenten en standaard materialen.
Als je te veel verschillende onderdelen hebt, te veel custom-made onderdelen, dan wordt het ingewikkelder. Je moet voorkomen dat je hebt onderdelen die slap zijn en die in elkaar kunnen haken. Zoals bijvoorbeeld wat we heel vaak proberen te doen om metaal draadjes te vervangen naar metaal stripjes. Hiermee kan je ook de elektriciteit van de ene plek naar de andere geleiden. Maar dit kan je met een robot heel makkelijk op een bepaalde plek monteren. Ja? En je kan bijvoorbeeld in plaats van snaren eventuele tandenwielen gebruiken. Die hebben wel een beetje meer weerstand, maar als het niet belangrijk is, zijn ze veel makkelijker om te assembleren. Goed. Ja, en zoals ik zei, we hebben een hele waslijst van andere DFA-regeltjes. Dit gaan we niet allemaal bespreken. Dit gaan we tijdens de werkcollege allemaal een beetje uitproberen. Ja? Nou, voor volgende les ga ik nog een stukje vertellen over tolerantie berekenen. Voor vandaag is het zover. Bedankt voor jullie aandacht.